er 200 voorstellingen gehad. Als je nou voorstelling 1 met 200 vergelijkt, hoeveel verandert er dan? Nou, ik doe eerst, voor die 200 doe ik nog 40 try-outs. En die veranderen wel. Mijn eerste try-out duurt meestal zo'n 3 uur. Dus ik kan meteen een uur uit. Ja. Daar zit heel slecht materiaal bij, hoor. Jezus. Heel slecht. Dat ik hem verzonnen heb, überhaupt. Maar... En dan komt het tot 2 keer een uur. En dat blijft dan na de première wel aardig in stand. Alleen als ik een goede grap verzin, gaat de oude grap er weer uit. En dan wordt het weer aangevuld. Maar nou, hij is tot op de seconde en hij is wel aardig strak, hoor. Ja, hij blijft dus strak. Maar blijft de lol er dus in zitten? Ja, dat vind ik dus knap. Nou ja, hij blijft strak, maar er gebeurt natuurlijk altijd wel iets in de zaal. Of er schiet me iets te binnen. Ik ben vorige week in Limburg geweest. En natuurlijk niks lekkers om over in Limburgs te beginnen. En nee, er gebeurt iedere avond wel iets waarvan ik op inspring. En iedere avond is wel weer origineel. Het is nooit precies hetzelfde. Nee, maar je bent geen actualiteit erin. Ja, soms een beetje. Nee, ik moest in Sittard spelen, kom je op en ik zeg, het gaat lekker met Fortuna Sittard. Nou, die hele zaal op zijn, dat is de enige actualiteit. Verder gaat het helemaal nergens. Maar dat zijn de moeilijkste feestjes, omdat als ik geëngageerd programma zou brengen, dan heb ik natuurlijk al een aantal onderwerpen. En ik begin gewoon met een blanco A4'tje en dan moeten we weer, heb ik 1 grap van zo'n, dan ben ik 4 seconden verder. En mijn show duurt toch 2 uur en 10 minuten, dus dat is altijd een helse opgave. Maar je bent wel persoonlijk, want je praat ook over je sterilisatie bijvoorbeeld. Dank je, Umberto. Denk je dat even aan? Nee. Net over de grutto gaat er zo. Gaan we de grutto gaan steriliseren. Wat voor geluid maakt die sterilisatie? Nou, daar heb ik het over, maar dan overdrijf ik het natuurlijk. Ik maak daar een waanzinnig verhaal van. Terwijl je komt binnen, knip, knip en je gaat weg. Maar ik maak daar een dramatisch verhaal van. Het is een heerlijk onderwerp. Het is wel een leuk dramatisch verhaal. We hebben een klein stukje van de sterilisatie. Jezus, nou, doe dan de grutto. Dan staat in de papieren van urologie dat je met een schoon piemeltje na de operatie toe moet. Vond ik zo raar, ik zei het in de vrouwelijke hoofdstuk, wat raar dat het in de papieren staat. Je gaat ook naar de tandarts met een gepoetste bek. Nou, meneer Visser, toch moeten wij dat erin zetten, hoor. Want 1 op de 4 mannen die hier komen, die hebben onder de voorhuid nog een beetje... Visser, smerige naam, maar ik ga het wel zeggen. 1 op de 4 mannen heeft onder de voorhuid nog een beetje smegma. Laat ik zo zeggen, 1 op de 4 mannen heeft onder de voorhuid nog een beetje camembert. Nou, de eerste rij zitten zeker 8 mannen. Hier zit een hele kaasplank. Dat zijn de verhalen die je deelt, toch? Ja, natuurlijk. Ja, maar dat soort verhalen is ook heerlijk om uit te bouwen. Nou, heel gek, gisteren... Dat heeft iedereen misschien wel thuis. Ik heb een box, daar heb je alles in 1. Telefonie, alles, Expedia box heet dat, zoiets. Ja, ja. Nou, binnenkom ik om de 5e en ik word al stapelgek van... Nou, er is al een nieuwe scène geboren. Dat is echt, de KPN is al 34 keer bij Vissertje geweest. Maar is dat wat je doet? Je kijkt heel goed, elke dag om je heen en je gebruikt dat gewoon. Ja, en dat zal een schrijver ook hebben. Je hebt altijd je voelsprieten wel uitstaan. Mijn programma, het programma dat ik nu speel, speelt zich af op een heel klein vliegveldje. En dat zag ik in Italië. Ik ging in Italië eindje fietsen door de bergen. En toen zag ik zo'n heel klein vliegveldje met een dik mannetje. En geen vliegtuig, niks. Maar ja, hij zat er wel. Hij moest er zijn. En dat heb ik overgenomen. Ik dacht, het moet natuurlijk een mannetje zijn. Die wilde eerst de Boeing hebben op zijn vliegveld. En vanaf daar gaat alles op zijn visseriaans mis. Er komt ook echt de Boeing. Maar daar zal ik nog niks over verklappen. Maar daarmee...